Per 1 november 2019 is het gebruik van styrofoam verboden. En in het kader hiervan heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme een workshop georganiseerd waarin diverse belanghebbenden hebben gediscussieerd en van gedachten hebben gewisseld over hoe die overgangsperiode het beste te overbruggen. Tijdens deze workshop hebben de participanten ook kennis gemaakt met een alternatief product welke vanaf die datum gebruikt kan worden. Wat was de bedoeling van deze workshop en waar ging het allemaal over? Oké, de bedoeling van deze workshop is om met stakeholders, het bedrijfsleven en governementele organisaties die verbonden zijn aan milieuvriendelijke projecten, om ze allemaal bij elkaar te brengen en van gedachten te wisselen over de uitbanning van styrofoam en single-use plastic producten. Wat we willen doen is zoveel als mogelijk afstemmen met elkaar, horen wat voor opties er zijn. Als onze plan van aanpak in full effect uitgevoerd kan worden en als wij dan toch nog goed zitten binnen de 6 maanden overgangsperiode voor het verbod van gebruik op styrofoam en single use. Zoals u weet is er per 1 mei een importverbod. Dat betekent dat als gevolg daarvan wij dus alle HS-coderingen, dus alle importcoderingen met betrekking tot styrofoam, polystyreen onder andere dus, hebben geplaatst op de negatieve lijst. Alle zaken dus met betrekking tot die code gaan dan verboden worden om geïmporteerd te worden vanaf 1 mei en met het includeren van de 6 maanden, dus per 1 november, gaat u dan merken dat er een verbod is op het gebruik van styrofoamproducten en single-use plastic. Wat voor producten brengen jullie op de markt? Oké, wij brengen vervanging voor foam en plastics. Dus we hebben fiberproducten die zijn gemaakt van tarwe of suikerriet. En daarnaast hebben we zakken die zijn gemaakt van mais. En onze PLA-producten ook van mais. Dus allemaal, we hebben bestek, we hebben al die normale bakjes die mensen gebruiken in restaurants. We hebben meer dan dat. We hebben ook shopping bags, trash bags, eigenlijk alles waar je voor kan denken. En waarom zijn deze producten veilig voor het milieu? Oké, dus van ons zijn sowieso al gecertificeerd dat je 100% weet dat ze daadwerkelijk veilig zijn. We hebben een BRC-certification, dat is alvast voor de voedselveiligheid. En er is rekening gehouden met de HACCP-standards voor die certificaten. We hebben een BPI-certificaat, dat geeft aan dat het daadwerkelijk afbreekt. Die fiberproducten breken af binnen 90 dagen en die PLA binnen 180 dagen. Dus die decompose. En los daarvan, als ze decomposen, dan laten ze geen giftige stoffen achter. En ze zijn 100% natural. Dus ook al zouden dieren dat eten, is het niet schadelijk. In tegenstelling tot foam en plastic nu, dat nu is hetgeen is dat dieren eten. En dat eten wij dan weer. Dus komt ook in ons lichaam. Los daarvan, plastic en foam zorgen voor zoveel soorten ziektes, waaronder kanker en andere ziektes. Dus het is wel belangrijk dat we een oplossing gaan zoeken voor die soort harmful materials.